Wethouder Thijs Kuipers stopt ermee. Hij heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Zijn besluit was niet makkelijk. Ik heb 6 jaar met ontzettend veel plezier als wethouder voor de gemeente Horst aan de Maas gewerkt. Ik ging bijna elke dag fluitend naar mijn werk. Het was echt een eer. Het was inspirerend. Maar op een gegeven moment merk je dat het tijd wordt voor het nieuws. En ik kreeg een aanbod wat ik eigenlijk niet kon weigeren. Dus ik heb besloten daarop te happen. En ik ga na de zomer aan de slag met een landelijk adviesbureau met heel veel energie. Je zegt niet elke dag fluiten na het werk. Heb je ook mindere momenten gehad? Nee, natuurlijk heb ik ook mindere momenten gehad. Werk, ik hoop dat de meeste mensen werk hebben wat hun energie geeft. Maar je weet, je kunt het niet altijd kiezen. Je hebt niet altijd voor het kiezen. Ook als wethouder niet. Er zijn ook wel een paar dingen geweest in de afgelopen jaren die ik wat minder plezierig vond. In een van de voorbeelden heb ik het al ook met anderen over gehad. Dus bijvoorbeeld de discussie over windmolens. Ja, dat vond ik niet helemaal joofvol, zal ik maar zeggen. En in wat voor manier? Persoonlijk? Of? Nou ja, het werd persoonlijk gemaakt. Wat ik ingewikkeld vond was dat we een ambitie met elkaar afgesproken om de energie van onze gemeente te verduurzamen. En op het moment dat er een moeilijke keuze gemaakt worden, de gemeenteraad daarvoor terugdeinst. En om het dan maar de hitte van het debat af te voeren en eigenlijk de blikken op mij te richten. Dat vond ik nou niet het staaltje van democratie waar ik op gehoopt had. De fractie D66 GroenLinks gaat er nu over wie zij naar voren schuiven als kandidaat wethouder. Ik heb gezegd, ik ben graag bereid om mijn opvolger even in te werken en even wat tips en trucs mee te geven. En even snel op inhoud, op vlieghoogte noem ik dat, te komen. Maar tegelijkertijd wil ik me ook niet, over je graf heen regeren. Ik wil ook niet mijn opvolger voor de voeten lopen. Dus hij of zij moet zelf even de ruimte krijgen om zijn weg te bepalen. Binnen de koers die de coalitie of het hoofdkleine akkoord, moet ik eigenlijk zeggen, daarin al is uitgezet. En binnen de idealen van D66 GroenLinks. Gaan we je nog terugzien dan in Horst aan de Maas? Jullie zullen mij zeker terugzien. Maar ik ga mij niet met de actuele politiek bemoeien. Ik ben gewoon een inwoner van Horst aan de Maas die lid blijft van D66 en GroenLinks. Die een biertje gaat drinken, die carnaval gaat vieren, die andere mooie dingen gaat doen in onze gemeente. Dus ik ga mij als inwoner van deze gemeente echt nog wel laten horen. Maar ik ga niet mijn opvolgers voor de voet lopen. Kuipers blijft wethouder tot juli. Daarna gaat hij, na een kleine rustperiode, verder met zijn nieuwe uitdaging.